Goed beleggen heeft niet als doel om entertainment of hobby voor te zijn. Goed beleggen heeft als doel om uw vermogen te beschermen tegen inflatie, uw vermogen op te bouwen en op lange termijn u meer financiële rust en meer financiële vrijheid te bezorgen. Dat is de bedoeling van beleggen. Dus ja, ETF-beleggen is saai, maar het is belachelijk efficiënt. En het werkt. Goed, laten we ook even kijken naar een paar cijfers. Stel dat je 100 euro per maand belegt, 25 jaar lang, waar kom je dan uit? Ongeveer 90.000 euro. Dus je belegt gewoon 100 euro per maand, 25 jaar lang, op het einde van de rit heb je ongeveer 90.000 euro. Rekening houden met die 8% historisch rendement, hè, natuurlijk. Stel dat je een bewust uitgavenplan maakt en dat je erop lijst waar wil ik nu eigenlijk allemaal geld aan uitgeven, hoeveel komt er binnen en hoeveel heb ik dan over om te investeren? Wel, als je dat plan maakt, is de kans groot dat je tussen de 100 en de 500 euro maandelijkse besparingen vindt. Laat eens uitgaan van 100 euro. Stel dat je 100 euro maandelijkse besparingen vindt door een slim, bewust uitgavenplan te gaan maken. En je gaat die 100 euro ook investeren. Je doet dat weer 25 jaar lang, dus in plaats van 100 euro per maand investeer je nu 200 euro per maand. Dan heb je na afloop van die 25 jaar geen 90.000 euro, maar ongeveer 180.000 euro. Dat is twee keer zoveel. Stel dat je nu start met een bijberoep en je slaagt erin om 500 euro per maand aan extra inkomsten te genereren. Stel dat je die 500 euro nu ook extra investeert elke maand. Dus in plaats van 100 investeer je niet 200, maar al 700 euro elke maand. Waar kom je dan uit na 25 jaar? Meer dan een half miljoen euro. Meer dan een half miljoen euro. Dus je start vandaag met 0 of met 100 euro per maand. Door twee slimme, strategische keuzes te maken, bouw je een half miljoen vermogen op 25 jaar. Dat is allemaal rekening houdt natuurlijk met een gemiddeld rendement van 8%. Dat kan meer zijn, dat kan minder zijn de komende jaren. Dat zal de toekomst uitwijzen. Nu, als je 25 jaar te lang vindt om naar dat eerste half miljoen te gaan, de principes zijn altijd hetzelfde. Investeer maandelijks zoveel als je kan. Verlaag je kosten tot op een manier dat werkt binnen de levenskwaliteit dat je wilt. Dus spendeer bewust en focus op verhogen van je inkomsten. En voor de meeste mensen zit de grote upside in het verhogen van de inkomsten. Dus als je ergens die energie moet insteken, zorg dat je je kosten stabiel houdt, je inkomsten verhoogt en investeer het verschil. Als je nu vragen hebt trouwens over het opbouwen van vermogen, over starten met ondernemen, drop ze gewoon even in de comments onder deze video. Ik ga proberen om zoveel mogelijk van die opmerkingen persoonlijk te beantwoorden. En het kan ook zijn dat we er een aantal uitkiezen om een volgende video over te maken. Dus gelijk welke vragen dat je nu nog hebt over ondernemen of investeren en bouwen van meer financiële vrijheid, drop ze gewoon onder de video en dan kom ik er snel op terug. Tot later.